Het was voor PSV en voor de tegenstander van dit weekend, FC Utrecht, een weekend van uitersten. PSV haakte aan bij de bovenste plaatsen door te winnen van koploper Feyenoord. Utrecht zakte als elftal finaal door de ondergrens heen en verloor met maar liefst 4-0 van het nog puntloze FC Twente. Door de resultaten van afgelopen weekend is dit de stand in de Eredivisie na 5 speelronden. PSV voert samen met AZ en Feyenoord de ranglijst aan. FC Utrecht vindt het terug op plek 8. En als we kijken naar de historie tussen beide ploegen in Utrecht, dan zien we dat PSV in bijna de helft van de gevallen daar de winnaar was. In de 47 gespeelde wedstrijden scoorde PSV 93 keer. 7 van die goals vielen in november 1989. Heinze. Romario is niet buitenspel en scoort. De Kok met een terugspelbal in de loop van Romario. En dat is een cadeautje. En dat laat Romario zich natuurlijk niet ontgaan. Nog 20 minuten. En Lerby in vrije positie op Van Ede af. Hij laat het aan Romario. En het is 1-5. Dus wordt het weer eens tijd voor Romario. Vorig seizoen won PSV 2 keer van FC Utrecht. In stadion Galgenwaard werd het 2-1, mede dankzij deze rakenvrije trap van Gaston Pereiro. In Eindhoven won PSV met 3-0. Troepé houdt weg. En daar is Van Ginkel. En dan zit hij erin. En is het dus toch nog 3-0. De laatste thuiszege van FC Utrecht was in september 2012. En de goal! De goal voor FC Utrecht. Voor Zakaria Labiat wordt het zondag een weerzien met zijn oude werkgever PSV. Maar dat geldt natuurlijk ook voor trainer Erik ten Hag. De huidige FC Utrecht trainer was onder Fred Rutte jarenlang assistent in Eindhoven. Bart Ramselaar keert terug naar de club waar hij zijn debuut maakte in het betaalde voetbal. Joshua Brenet keerde tegen Feyenoord terug in de basis en speelde daarmee zijn 80ste eredivisiewedstrijd. En dat niet alleen, de zege op Feyenoord betekende voor Brenet dat hij voor de 43ste keer op rij ongeslagen bleef in een eredivisieduel. Komende zondag, onder leiding van Serdar Gözeboyuk, FC Utrecht tegen PSV. Een prettige wedstrijd allemaal.